Hallo allemaal. Ik ga vandaag een ovenschotel maken. Dat ga ik maken met doperwten en wortelen. Met gehakt. Eieren. Karnemelk. Aardappels. En gehakte uien. En knoflook. Wat ik eerst ga doen is de uien en de knoflook aanfruiten met 2 eetlepels olie. Even goed roerbakken. Ik doe dan de gehakt erbij. Ik ga de gehakt opbakken, goed roerbakken, totdat de kleur van de gehakt gaat veranderen en alles een beetje grijzig van kleur is. Ja, even roeren, roeren, roeren. Goed roeren, goed roeren. Dan wordt het super lekker en is lekker gaar. Ja. Ik ga nu de aardappelen pureren met een aardappelstamper. En ik ga het niet te fijn pureren. Het moet een beetje grof blijven. Een beetje als een crumble, weet je wel. Yep. Yes. Laat het gehakt uitlekken, want anders wordt de overschotel straks te vettig. Dus even laten uitlekken. Ik ga de aardappelen nu overscheppen in een grotere kom. Dan is het makkelijker om het te mixen met de doperwten straks.
Maar nu nog eerst even de karnemelk mixen met 2 eieren. Nou, voeg nu de karnemelkmix aan de aardappels toe. En ga het roeren. Goed door elkaar roeren. Doe nu de dopperte gehakt en wortelen erbij en goed roeren. Echt je tijd ervoor nemen, want het is best wel zwaar hoor om dit te roeren. Goed door elkaar scheppen. Voeg 2 basisbouillonblokjes toe voor de smaak. Als je een zoutarm dieet hebt, kan je de blokjes weglaten, want het heeft nu zo toch al smaak genoeg, vind ik. Maar voor de smaak 2 basisbouillonblokjes erbij doen. Ik heb hier nu mijn ovenschotel. Ik heb het gesmeerd met olie. En ik ga nu het aardappelmengsel erin scheppen. Je hoeft het niet te netjes te scheppen, gewoon scheppen. Mag er best een beetje rommelig uitzien. Oké, heb ik nu nog wat geraspte kaas hier bij me. En dat ga ik zo over die schotel strooien. Kaas is echt lekker met alles. We love our cheese. Maar ja, even het zakje open knippen. Even kijken, waar is mijn schaar? Ja, even knippen. Ja, dan kan ik het beter strooien. Het wordt straks zo lekker, hè? Met de kaas erop. Ik krijg nu al trek. Ik krijg nu al trek hoor. Nou, even netjes alle kaas erop. Dan ga ik het zo in de oven zetten.
De oven zet ik dan op 180 graden Celsius en dan ga ik het ongeveer 30 minuten laten bakken. Het is klaar. Ik ga een beetje opscheppen, want ik wil weten hoe het smaakt. Even proeven hoor. Ai man. Beetje heet. Is echt lekker. Met de kaas. Echt heerlijk. Moet je echt proberen. Maar dat was het weer voor deze keer. Geef me een duim omhoog. Als je de video leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.